Het rommelt al wat langer in Argentinië en Turkije. Maar nu zien we dichter bij huis in Italië ook onrust in de markten. Er is opeens meer risico en dat vergt koersaanpassingen. Maar paniek is niet aan de orde. Acht weken na de verkiezingen in Italië zijn de twee winnende partijen, de Lega en de Vijf Sterrenbeweging, het eens geworden over de premier en de minister van Financiën. En opeens dringt bij beleggers door dat dit duo en de nieuwe coalitie Italië's Europese en marktvriendelijke beleid wel eens drastisch zou kunnen wijzigen, met als resultaat scherpe dalingen in de aandelenprijzen en een hogere risicopremie in de lange termijnrente op overheidsobligaties. Nou, dat deze eurosceptische anti-establishment partijen gewonnen hadden, dat was al veel langer bekend. En dat het coalitieakkoord gebaseerd is op fiscale expansie en migratiebeperkingen en een buitenlandse politiek met een oogje op Moskou, is ook geen verrassing. Dat hadden we al wel kunnen raden van de manifesto's. Allebei de partijen hebben in hun verkiezingscampagnes van alles beloofd, wat tot veel hogere begrotingstekorten zou leiden. Bijvoorbeeld veranderingen in belastingen en het minimumloon en pensioenhervormingen. Waarom dan nu opeens die omkeer in de markten? Nou, ten eerste is het niet onredelijk om een verkiezingsprogramma met een korreltje zout te nemen. Officiële coalitieplannen zijn wel wat anders. Beleidsveranderingen kunnen lange termijn structurele consequenties hebben voor de economie en de markten. En ten tweede gaan sommige maatregelen die nu aangekondigd zijn verder dan verwacht. Zoals het verzoek aan de ECB om Italië schulden te verlichten. En daarom is het vertrouwen van beleggers in één keer wat kwijtgeraakt. Is het nou een verloren zaak in Italië? Nee, dat denken wij niet. Het zijn zoals altijd de verwachtingen die de markten aansturen. Maar wat we nu zien is dat de Italiaanse markten heel duidelijk de regering aan het signaleren zijn wat de risico's zijn van een fout beleid, om het zo maar te zeggen, voor een land dat nog lang niet genezen is van vroegere kwalen en nog altijd hele hoge schuldenlast heeft en niet veel budgetruimte. De Italiaanse economie groeit nu wel en er is al een aantal jaar een overschot op de handelsbalans, maar het BNP ligt nog altijd bijna 6% onder dat van voor de crisis. En dit werkt als een rem op de extremere plannen van de regering en maakt een pragmatischere aanpak meer waarschijnlijk. En bovendien wordt het voor de nieuwe regering die wel uit twee populistische maar heel verschillende partijen bestaat niet gemakkelijk om compromissen te blijven sluiten gedurende de hele regeringsperiode. Het zit er dik in dat de nieuwe regering straks gewoonweg niet genoeg macht en kracht heeft om haar programma volledig uit te voeren. Niet alle afgevaardigden in het parlement zijn het met de partijdirecties eens. De coalitie heeft maar een hele kleine meerderheid in allebei de kamers en geen steun van andere partijen. De grondwet stelt beperkingen aan fiscale vrijgevigheid en de president heeft het recht van veto. In de praktijk komt er dan van alle plannen heel wat minder terecht. En daarom is de risicopremie in de lange rentevoeten nog lang niet zo hoog als tijdens de recessie in 2011 en 2012 of zelfs voor de Fran Franse verkiezingen van vorig jaar. En het helpt ook dat een groter deel van de nationale schuld in binnenlandse handen is dan tien jaar geleden en dat de ECB als stabiele koper nu 14% ervan heeft. Maar die hogere volatiliteit in de markten die blijft wel nog langer aanduren. Twee jaar lang had de Italiaanse aandelenmarkt het beter gedaan dan de Europese. En de spreads waren ook al meer dan een jaar aan het dalen. Dat wederzijdse vertrouwen is moeilijk op te bouwen, maar heel wat gemakkelijker kwijt te raken.